Waarop reageert zij niet? Ja, zo meteen. Wat zegt u? Aan dat het koud. Chef, goeiedag. Je mag even buiten gaan staan. Ja? Oké. Goeiedag, vrienden. Naar buiten mogen jullie roken. Hallo. Mensen zitten hier te eten. Nu allemaal naar buiten. Eet smakelijk. Kom maar. En buiten mag je skaten, ja? Oké. Dit is geen speelplaats hier ook. Nee, ik geef niets, maar. Vlak bij de pont bedelt iemand om geld bij Frans. Maar bedelen is verboden. Your ID, please. Hey. Your ID, please. Your ID. Ja, oké. It's not allowed here, though, hè? Oké. Yes. Hey, follow me. Your ID, please. Yeah, I'll give you my ID. Kom maar goed. Kom. Je paspoort? Dat look police, I lose it. You lose it, oké. Wat deed hij, Frans? Bedelen. Er lopen hier heel veel bedelaars rond. En allemaal heel veel daklozen. En dat is constant. Wat is de place in Griekenland? Karditsa. Hoe? Karditsa. Staat hier niet op, hè? Karditsa, nee. Wat is de... You can spell it? Karditsa. Dus meneer heeft een procesverbaal gekregen voor het bedelen. Die is €100 en er komt er nog €7 administratiekosten bij. Dus totaal komt het op €107. Oké, bye. De boetes werken tweeledig. Enerzijds om de overtreding te doen stoppen, anderzijds om een dossier op te bouwen. Met een goed opgebouwd dossier treedt de hulpverlening in werking. Bij de IJpassage een duo dat al snel de aandacht trekt. Meneer. Hallo, kijk hier nou. Wat is aan de hand? Rees en een vrouw. Is jouw vrouw? Ja. Wat is er gebeurd? Te veel op? Ja. Waarom reageert zij niet? Ja, zo meteen. Wat zegt u? Aan dat te koud. Kan je even optillen daar, op het bankje even zitten? Dat kan me helpen. Ja. Maar is het... Van het koek. Is er niks anders aan de hand? Nee. Alleen maar drank. Is het drank? Ja. Mevrouw, gaat het goed? Het interesseert jou dan. Everything all right? Kom even zitten maar daarop. Kom, proberen. Nee. Gaat het lukken? Dat kan niet helemaal niet. Kom maar. Hey, dit is de dieren. Ja. Oké. Ik loop in de Amsterdam Passage en ik zie al twee mensen op de grond liggen. Ik dacht, nou, misschien is er wat aan de hand. Maar ja, bleek te veel alcohol in het spel. Let op je tas, hè, mevrouw. Is het uw tas? Is het van u? Nee, is mijn tas, ja. Ja, dan moet je even bijhouden, anders word ik straks gestolen. Oké. Ja? Ja, hartstikke bedankt. Ja? Ja. Pas je goed op elkaar? Ja. Hij gaat straks dicht, hè? En we moeten naar de andere kant. Naar de andere kant, ja. Even bijkomen, over een uur gaat hij dicht hier. En waar moet hij dan naartoe? Dan gaan we naar de isolatorweg. Ja, maar daar worden we opgevangen. En uiteindelijk willen de mensen van Centraal naar de isolatorweg, dat is een opvang. Voor dak- en thuislozen. Maar die metro die rijdt tot 1 uur. Hey, VBA. Ja? Want ik heb hier PIN. Ik heb me gelegitimeerd, hè? Ja. Van de handhaving. Amsterdam, gemeente Amsterdam. Probeer te helpen, hè? Handhaaf jou zometeen. Nee, zou ik niet doen. Doe maar toch. Maar luister even. We gaan niemand bedreigen. Stop! Dab! Zo'n... Die kant lijn 51 straks. Even bijkomen. Zo kan je niet reizen met de metro, ja? Pak! Kijk, een sigaret en geld ligt erop, man. Misschien ook van jou. En pas goed op je tas. Ik heb een hard hoofd in of deze mensen isolatorweg gaan bereiken vandaag. Gezien hun toestand. Dus... Nou ja, hopen dat het goed komt. Die moet ineens later weg. Nou, die gaat niet komen. Gaat niet worden? Dat wordt derde spoor. Valt zo in het spoor? Nou, dit is veel te gevaarlijk, man. Ze kunnen beter ergens in roes uitslapen. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.